Weet u wanneer de seizoenen van God begint te veranderen in uw leven? Hebt u geen trek meer in de dingen die de anderen trek in hebben? Het is misschien hun seizoen geweest, maar nu is het uw seizoen. En het enige wat u moet doen is gewoon staan op Gods woord en claimen de beloften die hij ons gegeven heeft. Want God is waarachtig. God is getrouw. Hij zal doen datgene dat hij beloofd heeft. Oh, ik ken hem als een waarachtige en trouwe God. Wat hij beloofd heeft, zal hij doen. En rond de zesde, zevende maand, dan begin je leven te voelen in je binnenste. En wanneer ze dan gaan zitten, zitten ze niet meer gewoon... Nee. Mag ik een stoel, broeder? Eén stoel? Mag ik een stoel, alstublieft? Breng beide stoelen van me direct voor me. Halleluja. Ik wil dat u me volgt. Ik wil dat u profetisch ontvangt wat God aan de gemeente wil geven deze ochtend. Het gaat niet om een persoon. Dank u wel. U mag brengen. Ik wil nog één. Dank u wel. Nog één. Want tegen deze tijd is ze al een beetje zo, hè? En wanneer ze gaat zitten, zit ze niet meer zo. En dan laat ze haar buikje rusten op haar beide dijen. Ze zitten niet meer zo ook. Ik weet niet of je het hebt opgemerkt. Ze zitten meestal zo. Er zijn bepaalde dingen die God in uw leven kan doen. Er zijn bepaalde dingen die God gaat doen in uw leven. Die gaan ervoor zorgen dat u nooit meer dezelfde zal zijn. U gaat niet kunnen zitten zoals u voorheen zat. U gaat de dingen anders doen. Reden waarom? U heeft een aanraking van God gehad in uw leven. En ik probeer u ergens te brengen, want ik wil zo snel als mogelijk naar mijn 9 maanden gaan. Ik wil dat ik tijd had om uit te leggen al de processen en alles. Maar rond de 9e maand, dan is de vrouw helemaal anders. Ze is in een verwachting. Claudine, wat denk je? Hoe denk je dat hij of zij eruit gaat zien? Ik wil wel dat kind mijn lippen heeft. Jouw neus mag wel hoor. Weet je? En dan komen dat soort van gesprekken. Want ze is in een verwachting. Er is iets in haar buikje dat telkens elke keer weer trapt. En soms wel met de vuist tegen de buik aan. Maar dat komt allemaal goed. Er is een stukje lijden voor de zegen. Nu leven we in een tijd waar wij alleen de zegeningen van God willen hebben. God bless me. God give me. Maar laat me u één ding vertellen. Er komt geen zegen zonder strijd. Er komt geen overwinning zonder strijd. U gaat een beetje moeten lijden voor die glorie. U gaat een beetje moeten lijden voor die salving. Wanneer ze u zien op het podium zingen of prediken, dan denken ze, oh, dat wil ik ook eens doen. Maar u weet niet, de weg die bewandeld is naar het podium. Wees gewoon, doe gewoon, zou broeder Harry zeggen, doe gewoon. Woon en wacht op je tijd. De Heer is bezig met je. De Heer wil een bijzonder ding doen. Maar we moeten nu als gelovigen gaan weten dat er een stukje lijden is met Jezus. Er is een stukje lijden met Jezus. De Bijbel zegt, daarom heeft God hem de naam boven alle naam gegeven. Reden waarom? Hij is gehoorzaam geweest tot de dood. En wel tot de dood des kruises. Nu willen we niet meer lijden voor Jezus. Alles moet met afstandsbediening gaan. Maar laat mij u één ding vertellen. U gaat moeten sjouwen. Niet klagen, maar dragen. Oh! Niet klagen, maar dragen. Dit is wat God wil doen in deze tijd. Maar we moeten bereid zijn om een beetje te willen lijden voor deze geweldige en machtige God. Ik ken de dagen toen we nog in de wereld waren. Toen waren we niet vies om lange afstanden af te leggen naar een bonuman. En allerlei vieze, vuile dingen te doen. Alleen maar om erger belast te worden. En nu hebben we de levende God. Hij die zegt, ik ben die ik ben. Hij die sterk genoeg is om te verlossen. Oh, en nu willen we niet meer lijden. Heer, geef ons kracht.
en genade in het lijden. Want dit is de tijd. Ze hebben het daarnet gezongen. Dit is de tijd van verzoeking. Kijk, hij is hier. Kunt u dat stukje weer even voor me zingen? En dit is de tijd van verzoeking, van duisternis net als weleer. En dit is de tijd van verzoeking, van duisternis net als weleer. En wij zijn de arbeiders in uw weegaard. Come on. Als het de tijd van verzoeking is en we leven onder of tijdens die tijd leven we, dat wil zeggen dat wij door verzoeking heen zullen moeten, zullen moeten gaan om de glorie van God geopenbaard te zien in ons leven. Laten we afstappen van die popo-christenachtige leven en die onheilige, onpure, onzuivere, ik kan het juiste woord niet vinden, maar laten we puur en zuiver gaan leven voor God en bereid zijn ook soms een beetje te lijden voor deze geweldige God. Ik heb vruchtwaterlozing. Schat. We moeten nu gaan. Wat is soortjes mee? Ik heb vruchtwaterlozing. En dan is iedereen in de war in dat huis. Maar gelukkig maar voor God. God helpt. Maar ik wilde u brengen naar een plaats. En ik ben nu ready. Om mijn thema te lanceren. Mijn thema is een moeilijke bevalling. Er zijn soms dingen die God ons wil geven. Maar soms vraagt de Heer van ons dat we gaan volharden als de weduwe. De Heer verwacht van ons dat we niet stoppen met bidden. Totdat we zien datgene waarvoor we bidden. De Heer wil dat we moeten zijn zoals die weduwe. Mag ik u even wat vertellen over deze weduwe? De Bijbel zegt ons in de wet dat de Joden moesten zorgen voor de wezen en weduwe. Het was een verordening. Deze weduwe had één probleem. Er zat niemand die voor haar zorgde. Er is niemand die het voor haar kon opnemen. En ze moest dat zelf doen. En voor haar pecht leed ze in een stad van een onrechtvaardige rechter. En de Bijbel zegt duidelijk, hij bekommert zich niet om God. En hij stoort zich aan geen mens. Maar deze weduwe had iets. Het is mijn recht. En ze ging naar de rechter te zeggen, u moet me mijn recht verschaffen tegenover mijn tegenstander. Kent u de tekst? Uw tegenstander, de duivel, gaat rond als een... Hetzelfde woord vanuit het Grieks dat vertaald is met tegenstander, wat daar doelt, de Satan, is vertaald met het woord tegenstander in Lucas hoofdstuk 18. Heer, verschaf mij mijn recht tegenover de duivel. En dan komt ze bij een onrechtvaardige rechter. En ze had één ding waarom ik God bid tot vandaag. Volharding. De eerste dag ging ze, de rechter zei nee. Ze ging weer weg. 7:00 volgende ochtend was ze weer daar. Ja rechter, ik ben het hoor. De weduwe. Ik wil mijn recht hebben. Nee. Oké. Ze gaat weer weg de volgende ochtend. 7:00. Goedemorgen meneer rechter. Ik ben het weer. Kunt u zich heugen? Dit is de derde dag dat ik kom. Ik wil mijn recht hebben. Het is mijn recht. Ik hou van de statement. Verschaf mij mijn recht tegenover mijn tegenstander.